Ja, een hele goede middag, goede avond. Botlek TV is waar het gebeurt en dat is vandaag bij De Kulk. De Kulk, dat is een centrum in Hoogvliet waar ouderen zitten, waar mensen met zorg zitten. En daar wordt zometeen bingo gespeeld. Uiteraard niet binnen, dat kan niet in het kader van de corona, maar wel buiten op straat. De Vliegende Hoogvlieters, een groep mensen die ik zometeen ga voorstellen, hebben het initiatief genomen samen met wijkcoördinator Willeke Jonge om een bingo te organiseren vanaf het balkon. Dus zometeen gaat u met ons mee en gaat u kijken en luisteren naar een Balkonia in Hoogvliet met geweldige muziek op de achtergrond en natuurlijk de bingo. Doet u mee, pak u een kaartje, pak u een formulier en als u een goede bingo heeft, dan laat u dat even weten aan Botlek TV. En wie weet, komt er een hele mooie prijs in uw richting. Goedemorgen, 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 zonneschijn. Mens, wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen doet geen pijn. Goedemorgen, 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 zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kan maar beter vrolijk zijn. Goedemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goedemorgen zonneschijn, je kan maar beter vrolijk zijn. Ik moest nieuwe schoenen, zocht van die groene. En toen zei die dame, die zijn in de reclame. Ik zei dat is klasse en wilde ze passen. Maar kreeg in de gaten, alleen kleine maten. Ik zag een cashier met zo'n derrière. Ik vroeg heb je beter, hij past voor geen meter. En toen zei dat wicht met een stalen gezicht. Bij mij moet je niet wezen, ik heb alleen nog maar deze. Wat een chagrijn zeg ik. Weet je wat ik altijd heb? Nou? Ik sta altijd in de verkeerde rij bij de kassa. En dan ben je aan de beurt en dan neemt dat mens niet eens de moeite om je ervan te kijken. Weet je wat ik dan altijd zie? Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Mens, wat kijk hier weer gezellig, een beetje lachen doet geen pijn. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kan maar beter vrolijk zijn. Goedemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goedemorgen zonneschijn, je kan maar beter vrolijk zijn. Raad me voor weer gehad, dus ik ging naar de stad. Om weer eens te stappen en een pilsie te happen. Ik dronk gestaag, een stuk in mijn kraag. En toen zei die barman, ik heb er genoeg van. Je moet maar eens opstaan en lekker naar huis gaan. Als ik je reactie, dan nam ik een taxi. Vincent, Vliegende Kiep, de mensen van de Vliegende Hoogvlieters doen prachtig goed werk. We gaan zo meteen luisteren naar het geschreeuw vanaf het balkon. En Vincent die gaat dat filmen, kijken of het een goede bingo is, of het geen foute bingo is. Ik zou zeggen, Botlek TV doet mee. Jullie ook, pak een pen, pak een stuk papier en luister gewoon naar de nummers en doe voor de lol mee thuis. Geen woorden, maar daden, leven fijn alleen. Hebben jullie er zin in? We allemaal even bij het balkon staan met je bingo kaart omhoog. Dan kunnen we even kijken wie er meedoet. Stopt die mevrouw links achterin, allemaal even wapperen. Alles wel aan, vinken. Als je niet zo hard bingo kan schreeuwen. Pak dan even een handdoek of een theedoek of je laken uit je bed. Bovenste rij. Nummer 22. En nummer 24. Nummer 33. Maak jullie allemaal even lid van de Vliegende Hoogvlieters. Daar zal je alles weer op zien. Nummer 13. Nummer 13. 72. Nummer 63. Nummer 36. Nummer 64. Nummer 29. 32. Ze vallen nog goed, hè? Worden nog 8 bosjes witte rozen weggegeven, staan op het karretje. En nummer 49 toch.
Martin, de man die de bingo net heeft gedraaid. Ja, klopt. Ik had het wel even op z'n Rotterdam over een grote mijl. Ja. Maar die heb jij ook, hè? Je hebt dat eigenlijk waar. Tot die microfoon niet nodig. Ook Rotterdam. Het is goed gegaan, hè? Ja, het is super gegaan. Het is, in het begin was het even vervelend dat de versterker het niet deed en het mengpaneel niet. Maar we hadden gelukkig de politie hier. En die heeft ons geholpen met het geluid. Dus het is helemaal super. Super mooi. Ja. Ja, Fred Burnett, de wijkagent. Ja. Die heeft artikel 28 van de politiewet heeft hij heel goed heeft hij onthouden. Heeft hij hulp aan hen die deze behoeven. Juist. Ja. Ja. Gaan jullie dit wat vaker doen? Eigenlijk staat het niet in de planning, omdat we natuurlijk al een hoop online doen voor kinderen met deze tijd. Dus we doen één keer in de week vrijdags een kinderactiviteit van gemiddeld 100 kinderen die zich aanmelden. Dit was eigenlijk een oproep van Willeke van... Jongens, weten jullie iets? Er zitten zoveel mensen beneden altijd te bingoen en dat hebben ze allemaal niet meer. Weten jullie iets? Tuurlijk, gaan we bingoen. En dat is dus zo ontstaan eigenlijk. Ja, en dan hebben we hier Dominique, ook een van de vliegende hoogvlieters. Wat is eigenlijk een vliegende hoogvlieter? Nou, wij hebben die naam gekozen omdat wij eigenlijk overal en nergens zijn. Waar wij een leuk project zien of denken van nou, wij hebben een leuk project, dat gaan we daar, willen we dat doen. Dus wij zitten niet op één vaste locatie, maar zijn waar we willen zijn. Zijn waar we willen zijn. En ze zijn dus vandaag, want dat wilden ze natuurlijk, hier bij de Kulk. Ik ga even naar Jacco. Jacco, ook een van de, ik zou bijna zeggen vliegende panters, maar dat is cabaret. Alhoewel, jullie doen dat natuurlijk ook een klein beetje, met een knipoog. Mooie dingen brengen. Jacco van de Vliegende Hoogvlieters. Ook op die plekken willen zijn waar het nodig is om hulp te bieden. Om mensen vertier te geven. Jij bent de geluidsman, is het niet? Ik heb je althans vaak aan de knoppen zien draaien. Nou, ik ben eigenlijk degene die aan het show is. Oh, dat is nog veel belangrijker. Want we hebben natuurlijk allemaal mensen die voor de sier zijn. En hier hebben we dus het echte werkpaard. Jacco, het werkpaard van de Vliegende Hoogvlieters. Dat is niet het domme showwerk, want zonder, als jij aan het showen bent en je zet het neer, dan hebben we geen bingo, toch? Nee, dat is waar. Vind je dit leuk werk? Ja, het is hartstikke leuk werk. Ik doe het graag hoor. Nou Jacco, dat hoor je wel. Dat is een echte prater. Volle zinnen en achter elkaar. Nee, daarvoor moet hij natuurlijk ook sjouwen. Jacco, dankjewel. En ik ga even iets verder op. Ja, en ik heb Vincent net aangekondigd. Ook als een van de vliegende hoogvlieters. Hij vliegt overal naartoe. Of dat nou in Portugal, Roon, Albelswaard, Hoogvliet of Spijkenis is. Overal zie je hem wel filmen en fotograferen, maar hij behoort niet tot de Vliegende Hoogvlieters, althans het verbond van de mensen die zich daarin hebben georganiseerd. Maar ja, er zijn heel veel films van jou. Heb je al een Oscar verdiend? Hoogvlietse Oscar? Nou, ik hoop die ooit nog wel een keer in ontvangst te mogen nemen, maar ik zie me eigenlijk vandaag hier meer als een soort vliegende kiep. Vorige week kreeg ik een telefoontje van Martin. Martin zegt, Vincent, we hebben een probleem. We hebben wel al die balkonnen, die mensen staan op die balkonnen, maar hoe gaan we die bingo-kaarten controleren? Ik zeg, nou weet je, laten we ervoor zorgen dat we alles op een groot A3'tje doen. Dan pak ik een telelens en dan kan ik met behulp van een telelens en een grote hoge resolutie kan ik alsnog die bingo-kaarten controleren. Dus samen met Dominique hebben we op die manier gecontroleerd of het goede of valse bingo's waren. Vond ik ontzettend leuk om te doen. Ik denk ook dat het belangrijk is om... Maakt niet uit zeg maar, van wat voor organisatie je bent of wat voor bedrijf je bent, maar ik denk dat het gewoon belangrijk is om in dit soort periodes allemaal gewoon de ondersteuning te bieden daar waar mogelijk is. Ik vind het hartstikke tof dat Martin dit georganiseerd heeft. En ik ben blij dat ik hier ook uit deel mocht meemaken vandaag als een soort van vliegende keeper.